Jan, mag ik u kort storen? Tevreden met dit hier? Venetië. Ja. Het is ook een mooie plek, hè. We hebben de curators. Hadden voor mij verschillende plekken. En dan hebben we voor deze plek gekozen, omdat het een oud klooster is. Ja. En natuurlijk, de ligging is ook fantastisch, hè. En het is zo een soort stille haven voor spiritualiteit, voor kunst en schoonheid. Ja. En we hebben ook de werken geselecteerd naar aanleiding van dit gebouw. Ja. Okay. Ja. En zijn we even boven gaan lopen? Belichting? Zijn we even boven gaan lopen? De belichting was top, hè? De belichting? Ja, we hebben heel de tentoonstelling gemaakt naar de standen van de zon. Omdat het helemaal rondom gaat, hè? Ja. Ja. Kunnen we even naar uw dingen lopen? Lukt dat nu? Heel kort? Ja, dat is goed. Ja. Zal ik het doen. Ik volg je. We staan hier voor uw beeld, centraal. Ja. Wat betekent dat hier, dat beeld voor u? Dat is een scarabeus met een levensboom op. De boom van vitaliteit en energie. Een pre-katholiek symbool, paganistisch symbool. En de kleur groen is de kleur van het vergif. Want mijn werk gaat over de farmacon. De farmacon u kan genezen of vergiftigen. En is ook een groen kruis. Dat verwijst ook naar dat. Er zijn twee groene werken bij. Okay. Ja. Boven dat kruis, hè? Nee, dat is hier beneden. Op beneden? Beneden. En hier aan boven heb je, het is maar één kleur, dat is de carnaval van de dode straathonden. Maar het zijn skeletten, er is geen vlees. Het celebratie van het vlees. Omdat heel veel mensen, die houden van dieren, maar dan in de zomer zitten ze een hond op de straten. In België en Nederland. En dan ga ik die kadavers verzamelen. En dan... Soms zet ik die op en soms gebruik ik de skeletten. Als een soort... Feitelijk is het een tentoonstelling, een soort... Het tonen van de macht en de kracht van de kwetsbaarheid van mens en dier. Ja. Venetië voor u, wat betekent dat hier, die biennaal? Ja, dat is al sinds 84. Ik zat in 84 in het Belgisch paviljoen. En dat is de 9e keer dat ik internationaal ben uitgenodigd. Ja, al die mensen rond ons hier, kijk maar even rond, hè. Allemaal fan van u, hè. Ja. Besef je dat goed? Besef je dat goed? Ja, dat is plezant, hè. Dat is plezant, hè. En veel mooie vrouwen. Ook al. Wat doe je daar dan mee? Dat is ook... Jan, bedankt, ga je laten genieten. Ja, dank je wel. Merci, hè. Dank je.